been brutally arrested. Get away from me! Put your hand behind your back. Get away from me! For what? For a mask? No, for not having a mask. Look how pathetic you are. Als je je bordje aan het opscheppen, maar dat mocht niet meer. Je moet ze weg. Iedereen wordt in de gaten gehouden. Ja, maar heen dan, joh. Doet u daar maar nu even uit aan het trappen gemaakt. Kunnen we een nieuwe lockdown nog voorkomen? Is de tweede golf inmiddels een feit? Steden zetten zich schrap. Het aantal besmettingen fors toeneemt. Volgeladen worden met lijken omdat de crematoria het niet meer aankonden. De terrassen zitten bomvol in Den Haag. De supporters van Willem II hielden zich totaal niet aan de coronaregels. Gewoon je bek houden, gewoon je bek houden, gewoon je bek houden, gewoon je bek houden. Welkom, strijders voor onze vrijheid en onze rechten, die nooit hun bek zullen houden. Dit is de Jensen Show. Robert Jensen. Wat als Trump nou wint? Vandaag, over 7 dagen. Wat als hij nou overduidelijk wint? Want dat moet je wel, want anders gaan de Democraten natuurlijk het aanvechten. Als het close is, zullen de Republikeinen het ook aanvechten. Dat gaat ook gebeuren. Dus, maar als hij nou overtuigend wint, dat betekent dat we wederom in een leugenachtige wereld de afgelopen tijd gezet zijn. Met het constant het verhaal van Trump loopt zo ver achter in de peilingen. Hij kan het niet meer inhalen. Mensen hebben een hekel aan Trump. Mensen zijn niet vergeten dat hij afgezet is. Vanwege het telefoontje met de Oekraïense president. Het hele sfeertje. Zijn belastingen. Ach, deze man heeft zoveel schulden. We hebben zijn belastingpapier hebben we niet eindelijk gekregen. Illegaal. Maar ja, wij zijn een media. Dus wat dit betreft gaan we het toch naar buiten brengen. Dus hij heeft constant dat sfeertje. Maar als hij nou gewoon wint, als er nou overduidelijk is dat mensen niet zo te beïnvloeden zijn zoals de media en bepaalde handen en organisaties op de achtergrond denken dat mensen zijn. Dat mensen toch nog, dat de meerderheid toch nog gewoon een eigen stel hersenen heeft en daar eigendom van is. En het ook zo gebruikt. En over een week weten we het. Maar het zou ongelooflijk zijn, en een indicatie zal zijn, als je de komende dagen leest, in de pers, vanuit Amerika natuurlijk, dat de peilingen, het ziet er toch uit dat het closer en dichter bij elkaar zit dan dat we dachten. Ik voorspel dat je dat gaat zien. En het moment dat je dat begint te lezen, dan weet je natuurlijk dat we voorgelogen zijn. Al die tijd. Die hele tijd zijn we voorgelogen. Hebben ze zo'n spelletje gespeeld? Hebben ze geprobeerd de publieke opinie te beïnvloeden? Wat in mijn optiek de enige reden van die peilingen is. Want dat is het gewoon. Dat is het. Het bespelen van de publieke opinie. Die peilingen zijn nooit, die kloppen echt nooit. Dus ja, 7 dagen, het is ongelooflijk. En het Holland for Trump shirt, het is fantastisch. Er zijn er al zoveel uitgegaan. Ik geef nu wel eventjes de waarschuwing. Dat als je hem later bestelt dan zeg vandaag. En morgen zou ook nog kunnen. Maar dan heb je hem nog voor de verkiezingen. Maar daarna wordt het natuurlijk krap. Dan komt het weekend eraan. En de verkiezingen zijn natuurlijk dinsdag. Het is ook leuk om te hebben na de verkiezingen natuurlijk. En zeker als die wint. Oeh, het zou wel leuk zijn om op 4 november zo over straat te gaan. Met Holland for Trump. Maar dus dat, die waarschuwing geving. Jensen.nl, je steunt daarmee natuurlijk wat wij hier doen. Ook als je het shirt koopt. Maar het is gewoon een gaaf shirt. En zeker als je een Trump supporter bent. Wat ik ook ben. Want jongens, wat zit ik te genieten. Ik zit die rallies te kijken van Trump. Ik vind het briljant hoe hij het voor elkaar gekregen heeft. Om in deze corona-tijd. Waar het virus om zich heen slaat en grijpt. Dat hij het toch voor elkaar krijgt. Om zoveel mensen bij elkaar te brengen. Dat had ik niet zien aankomen, maar het is gewoon briljant wat die man doet. En wat nog briljanter is en waar ik zo blij mee ben, hij zegt gewoon keihard, we moeten helemaal open. We moeten helemaal open, we moeten hiermee stoppen. We zijn eigenlijk al, hij noemt het, we're going round the curve. Met andere woorden, we zijn al het heftige gepasseerd. We gaan nu weer naar de goede tijd, we gaan nu weer naar het normaal, zoals het was. En hij zegt het gewoon publiekelijk en hij maakt het gewoon zijn campagnepunt van. Deze nonsens met lockdowns. En wat op een of andere manier linkse partijen zoals de Democraten fantastisch vinden. En iedereen maar een lockdown na lockdown gooien en houden. Want dat zie je aan die verschillende staten in Amerika. De Republikeinse staten die gaan allemaal open.
En die staten geleid door democraten. Gesloten, gesloten, gesloten. Kijk naar Californië. We hebben daar een gouverneur die heet Gavin Newsom. Die zegt Thanksgiving komt er natuurlijk aan in Amerika. En die zegt Thanksgiving vier het alleen buiten. En tussen de maaltijden mondkap op. En maar met maximaal een aantal mensen en dat soort dingen. Jongens, waar hebben we het over? Hoe worden we behandeld? En dat is ook een beetje het thema van deze show van vandaag. Want ik wil iedereen ook even, ja, even iets zeggen vanuit mijn hart. Jongens, jullie zijn goede mensen. Wij zijn goede mensen. Als je kijkt naar Nederlanders. Als je kijkt naar wat we gedaan hebben, wat er van ons gevraagd werd. Nou, jullie weten hoe vanaf dag 1, hoe ik erin stond en wat ik ervan vond. Maar ik heb ook de wet niet overtreden. Het ding is, ze vroegen iets gigantisch. Er is een sfeer gecreëerd. En ik gebruik dat echt niet licht, maar het is een oorlogssfeer is gecreëerd. Er is een geheime, onzichtbare vijand gecreëerd, het virus. En daar, die is binnengevallen. En het is zo gevaarlijk, dat virus. Het is zo bloedje link. Dat we allemaal thuis hebben moeten zitten. Hele landen, Spanje, Italië, Frankrijk. Mensen mochten niet eens uit hun huis komen. Alleen 1 keer per dag voor boodschappen. We zaten in spanning thuis voor die onzichtbare vijand. Er worden oorlogstermen worden op dit moment gebruikt. Oorlogstermen. We praten over een avondklok. Jongens, dit is zo extreem. En het is van ons gevraagd. En dom als de massa kan zijn, zijn we ermee akkoord gegaan. En zijn heel veel mensen gezegd van oké, ik ben zo bang voor deze vijand. Ik ga wel thuis zitten. Je vrijheden hebben we opgegeven daarmee. Maar goed, we hebben het gedaan. Moeten we nooit meer doen. Als we hier ooit uitkomen, helemaal. Nooit meer doen. Je geeft je vrijheden niet op. We hebben het gedaan. Als je een goede, betrouwbare overheid hebt, die er voor jou is, als mens, dan werken ze keihard iedere dag nadat jij in maart je vrijheden kwijt bent geraakt, werken ze iedere dag keihard om je eruit te krijgen. Om je vrijheden weer terug te geven. Maar wat zien we nou? Het tegenovergestelde gebeurt. Je verliest nog meer van je vrijheden. Het wordt in de wet gezet. En we zijn nu maart, april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober, november. 9 maanden verder. 9 maanden verder. En het is erger dan dat het was. De lockdown. Waar Rutte het over had. Ik ben zo anti-lockdown. Dit is zo nonsens. Ik heb het vanaf dag 1 al gezegd. Dit is een belachelijk geopolitiek spel. Om een nieuw systeem er doorheen te douwen. Maar goed, daar ga ik niet eens over hebben vandaag. Maar die lockdown. In maart. Hij noemde het een intelligente lockdown. Een intelligente lockdown. En oké. Laat ik even met hem meegaan. En laat ik hem eventjes 1 credit geven dan. Oké, hij was niet zo heftig als die belachelijke lockdowns in Spanje en Italië. Waar de militairen op straat stonden. En mensen schopten weer de woning in. En weet ik veel wat ze allemaal. We hebben allemaal de e-mails gekregen. En de drones die vlogen om je oren. En weet ik veel wat allemaal. Het was een bijzonder angstig sfeertje. En het is ongeveer 3 maanden geweest dat mensen gewoon hun huis niet uit konden. Ik heb verhalen van vrienden van mij in Spanje gehoord. Dat die iemand ging even eten halen. Natuurlijk gewoon 1 keer per dag voor de supermarkt. Tegen de overkant van de straat. En de militairen die kwamen op hem af. Wat doe je uit je huis? Voor een virus, jongens. Wat doe je uit je huis? Ja, ik ga even voor mijn kinderen eten halen. Ik hou je in de gaten. Als je niet binnen heel snel terug bent in je huis. Dan zwaait er wat. Dan gooi ik je in de gevangenis. Dit is de sfeer die gecreëerd is. En waarin we in geleefd hebben. Dus dan geef ik de credits aan Rutte. De intelligente lockdown was relaxter. Maar zo moet je ook met het slimme, goede Nederlandse volk omgaan. Er zijn een hoop bruikbare idioten. Maar de meeste mensen hebben gewoon, of hadden, nuchter, gezond verstand. En die moet je ook zo behandelen als overheid.
En als je het vergelijkt met de draconische en verschrikkelijke maatregelen om ons heen, dan was het inderdaad in Nederland was het relaxter. Dan zou je denken, als we nu in kaart gebracht hebben van hoe gevaarlijk dit virus is, en daar ga ik weer, hoe gevaarlijk is het, minister Rutte, minister-president Rutte? Ik vroeg wat het mortaliteitscijfer is, dus het percentage van mensen die het krijgen. Ja, laag, wat ik net ja, zei. Maar goed, laag. Ik heb hier niet het cijfer bij de hand. Nou, ik heb niet bij de hand hier, maar het is laag. Het is laag. Dat weten we nu. Dit was van een maand geleden. Dan stop je mensen toch niet je eigen bevolking in een hardere lockdown dan die intelligente lockdown. Vergeleken bij de rest van Europa. Spanje en Italië, restaurants zijn open op de meeste plekken. Weet je, zijn de plekken zijn waar het niet zo is. Maar wij, we gaan in de tweede week in dat restaurants bars gesloten zijn. Je kan niet meer voetballen met je vrienden. Je kan niet meer sporten, amateursporten. We zijn van Rutte's intelligente lockdown naar Rutte's domme lockdown gegaan. We zitten in een absoluut idiote, domme, stomzinnige, infantiele lockdown. 9 maanden na de intelligent lockdown. Dus van slim krijgen we nog eens even een paar klappen. En waarom? Nederlanders hebben gedaan wat er gevraagd is. En de situatie is helemaal niet erg geworden. Moet je nagaan, met een intelligent lockdown, dus nog een wat openere lockdown, wat hebben we? 7000 doden. 82 is de leeftijd gemiddeld. 7000. Het is minder dan een griepgolf in 2018. Dus jongens, we worden echt gewoon misbruikt op dit moment door onze overheid. En dit dient zo gezien te worden. Van een intelligente lockdown gaan we naar een domme lockdown. Why? Ja, we moeten toch Ik heb voor het eerst gisteren eens even een klein stukje kwam online voorbij. Ik ga het niet gebruiken, maar op één. Daar zat die Ab Oosterhuis weer. Die echt exact dezelfde trekjes heeft als Bill Gates, hè? Ja, we moeten in een lockdown, in echt harde lockdown in maart. Moet je maar kijken, het is hetzelfde type reptiel. En dan zat Maurice de onbetrouwbare hond, die volgens mij gewoon binnenkort met een bedrijf komt of zo, waar die ventilatiesystemen gaat verkopen voor bedrijven. Je zal het nog zien ook. In plaats van te zeggen, Maurice de onbetrouwbare hond, die wel een beetje meegaat met zeg maar de vibe van en de sfeer van het is onzin en de maatregelen zijn veel te heftig en te hard. Maar hij valt nooit aan het feit dat we er helemaal niet over zouden moeten hebben. En nooit als die mensen er zitten, waar hebben we het over? Nooit. Hij heeft een idee met ventilaties. Je kan toch maar gelijk krijgen. Fuck die ventilaties. 7000 doden. Jongens, wij kunnen dit als mensen makkelijk aan. En dat is precies wat Donald J. Trump zegt. We moeten hiermee geleven en het gaat vanzelf wel goed. Het komt wel goed. We moeten met dingen leven. Is het grootste probleem dat we natuurlijk nog hebben, mensen onderling, dat mensen niet om kunnen gaan met de dood. En daar moet je ze er ook nooit mee confronteren, want ze kunnen er niet mee omgaan. Ze horen weer acht coronadoden vandaag. Oh Hans! Alweer 8 coronadoden Hans! Houd het er nooit op! Weet je, dat soort mensen. Mensen realiseren niet dat er iedere dag tussen de 4 en 500 mensen sterven in Nederland. Iedere dag. 13 aan een val. 13 mensen die staan gewoon op uit hun bed. Oh, boom, dood. 13 mensen van, oh Hans, ik ga even koffie halen beneden. Oh Hans. Weet je, dus dood is ze. 13 mensen. Is het leuk? Nee. Is het iets om lachen over te doen? Nee. Maar als er 400-500 mensen sterven per dag, is die 7000 niet veel. Maar mensen, sommige mensen kunnen dat nooit begrijpen. Want het zijn hele aardse mensen. En weet je, dood is iets wat ze heel erg, want iedere associatie met de dood is, oh, mijn oma, of mijn moeder, of mijn zus, en mijn tante heeft een ingegroeide teennagel, dus ik kan me niet in de snap je? Dus daar heb je mee te maken. Maar op een gegeven moment moet dus een overheid moet nuchterder zijn. En ook wij mensen die wel dingen in perspectief kunnen zien, en het overzicht nog hebben, wij moeten gevolgd worden. Maar de overheid is de enige die beslissingen kan nemen en die deze nonsens kan doorbreken. En wat doen ze? We gaan van een intelligente lockdown naar de domste lockdown van Europa. Hoe kan het?
uit. Dat we zijn ons geld. Er zijn miljarden van ons spaargeld. Hè, collectieve spaargeld. Heeft Nederland, heeft Rutte gegeven aan Spanje. Aan Italië. En dit is nog maar het begin. En hoe worden wij beloond? Door ten eerste gewoon vanaf dag één precies heel Nederlands te zijn en meegegaan. En okay, nee, maar het was tenminste een intelligent lockdown. Hoe worden we beloond? We worden gestraft op een of andere manier met een belachelijke, idiote, domme lockdown. Die arme mensen in de horeca. Zoveel bedrijven die extra een trap krijgen na die eerste golf misschien overleefd te hebben. En de cijfers, met de besmettingen, het slaat nergens op. Ik heb een stapel met e-mails nu van mensen gekregen. Nou, jongen, ik ben ook positief bevonden van corona. Ik heb helemaal niks. Of een kug, nou geen mij niet. En wat richt het aan, jongens? Zoveel schade, maar ook mentale schade. Ik kreeg deze mail. En dat is, denk ik, hoe heel veel mensen op dit moment in het leven staan. Beste Robert, allereerst haar heel erg bedankt voor je video's. Fijn om zo'n ander geluid te hebben die voor mij veel logischer klinkt en voelt en bevestigt wat ik al vanaf het begin van de corona voelde en dacht. Maar ik heb het ontzettend zwaar. Ik weet ergens dat ik vol moet houden, dat deze poppenkast niet stand zal houden en dat er meer mensen zijn die zoals ik denken. Maar die zijn er bijna niet in mijn omgeving. Het voelt als vechten tegen de bierkaai. Maar het ergste vind ik nog dat mijn dochter in deze achterlijke maatschappij, zoals die zich nu aan het ontwikkelen is, moet opgroeien. Dat zij in mij naar school zou moeten met deze belachelijke maatregelen en mondkapjes. Dat ik nog een hele grote kinderwens heb en mezelf altijd met een heel groot gezin heb gezien, maar ik op deze manier niet nog meer kinderen op de wereld wil zetten. Ik weet echt niet hoe ik dit vol moet houden. Hoe ik mijn dochter hier kan tegen beschermen en haar vertrouwen mee kan blijven geven. Ze is nog maar 3 en ik wil niet dat deze collectieve angst in haar fundament ingebakken gaat worden. De eerste 7 jaar zijn zo belangrijk voor een kind. Alles nemen ze op. Wat ze zien en horen. Dat is voor hun hoe de wereld werkt en in elkaar zit. Dit vraagt zoveel van mij als moeder en persoon om haar te blijven vertellen dat zij geen mensen ziek zal maken als ze een keer hoest. Ook al zeggen mensen dit tegen haar in de supermarkt. Om haar te blijven vertellen dat mensen mondkapjes dragen omdat ze heel bang zijn, waarna je vuile blikken onze kant op krijgt. Omdat ik dat zeg en omdat ik het niet draag. Ik wil op een normale manier met mijn dochter kunnen communiceren en dat gaat niet als de helft van mijn gezicht bedekt is. Maak je daar overigens geen zorgen om, hè? Want mogen we meneer Van Dissel nog eventjes horen? En de conclusie van het OMT is dat er momenteel op grond van wetenschappelijke kennis geen reden is tot een dwingende plicht tot het dragen van niet-medische mondkapjes. En meneer De Jonge? Mondkapjes of alles wat daarop lijkt, het voegt niets toe. Het biedt echt een vorm van schijnveiligheid. Dus laten we dat nou niet doen. Ja, misschien word je zat deze fragmenten allemaal. Ik blijf het doen. Hun eigen woorden tegen hunzelf gebruiken. Want dit is het effect wat het heeft op mensen. Ik zie het ook als uitnodiging om keihard aan mezelf te werken. Omdat deze hele crisis mijn eigen oude pijnen gigantisch heeft uitvergroot. Ik vecht tegen een depressie op dit moment en vind het ontzettend zwaar. Maar jouw geluid en video's geven een lichtpuntje. Door alle feiten te blijven horen en de cijfers te zien, wordt mijn gezonde verstand in ieder geval nog gevoed. In plaats van alleen de angst waarmee je gebombardeerd wordt. Nu ik dit allemaal getypt heb, weet ik eigenlijk niet meer zo goed wat ik hier precies mee wilde. Anders dan jou heel erg bedankt voor je toewijding en ander geluid, Rowena. Hartelijke groet, Rowena. Nou, dankjewel voor die fantastische woorden naar mij toe. Maar ik wil jou ook, je bent echt niet de enige die zich zo voelt. En inderdaad, vecht door en blijf sterk en dat soort dingen. En het klopt inderdaad, dit kan niet zo door blijven gaan. Maar het is een enorme confrontatie met met een berg dommigheid. Dat is heel moeilijk voor mensen met gezond verstand. En die nog wel logisch naar dingen kunnen kijken. En precies hoe jij zegt, van ik kan me dat heel goed indenken. Met je kind, dat je denkt van man, wat een wereld moet je. Maar ik heb zelf geen kinderen, maar ik heb er wel, omdat ik veel vragen krijg, hè, weet je. Vrouwen zeggen die zeggen van ja, ik zou zo graag kinderen willen hebben, maar onder deze omstandigheden hoeft het niet meer voor mij. En ik heb geen kinderen, dus ik weet dat niet. Maar ik heb wel eens over gemediteerd en over nagedacht. En toen dacht ik eigenlijk van ja, de vraag die je moet stellen, dat is altijd, weet je, als je twijfelt of je kinderen op de wereld moet zetten, zou je zelf deze ervaring gemist willen hebben? Niet deze nonsens van Kiona, maar gewoon het ervaring van mens zijn op deze aarde. En de meeste mensen zeggen dan, nee, ondanks het gezeik en gedoe, vind ik het toch waard om op deze aarde te zijn. Nou, ik denk dat dat leidend moet zijn in je kinderwensen, in je vraag. Maar goed, nogmaals, ik heb geen kinderen, maar wat Rowena denk ik heel goed omschrijft,
is dat al deze maatregelen, omdat ze zo onlogisch zijn, omdat het zo tegen gezond verstand gaat, omdat het zo tegen de menselijkheid gaat, en omdat er nog echt mensen zijn die om een of andere manier op die frequentie leven, dat dit heel normaal is als je zo behandeld wordt. Wat het niet is. En wat ook nooit had moeten gebeuren. En deze mensen, die worden misbruikt om de hele maatschappij op deze manier gevangen te houden. En het richt zoveel schade aan. Dit was in België. En er was een DJ uit Gent. En die zegt dat hij al 31 vrienden en kennissen. Want natuurlijk onder jongeren die hele dance scene. Helemaal stil. De party scene. Hoe je het ook wil noemen. Evenementen scene. Dat is iets wat jonge mensen willen en doen. En dat is natuurlijk opgebouwd. Want die is helemaal gestopt. Hij zegt dat hij 31 vrienden en kennissen de laatste maanden verloren heeft, omdat ze uit het leven zijn gestapt. Stuk voor stuk waren ze even actief in de eventsector. Hij deelde zijn verhaal op Instagram en die post ging viral. Hij kent niemand die overleden is aan corona, maar 31 vrienden, jonge mensen, die zo geraakt worden, die zo zichzelf niet kunnen zijn, die zo niet kunnen ontwikkelen zoals jonge mensen zich moeten ontwikkelen, zijn uit het leven gestapt. En waar hoor je dat? Waar hoor je dat? Wanneer wordt daar is even de focus op gelegd? Maar nee, wat is de maatregelen die onze regering genomen heeft? We hebben het hier over van een intelligente lockdown naar een domme lockdown gaan. En ik heb ook weer een fragment van de minister-president. Want het wordt ook gezegd, ja, we doen het voor de IC's. Nou, kunnen we nog even die één keer die IC's? Hier komt Gommers nog een keer over die IC-bedden. Als het een oud probleem is dat er te weinig IC-bedden zijn, wat overigens in de praktijk nooit een probleem geweest is. Maar mensen weigeren om 5 minuten even self-research te doen. Mensen weigeren te kijken naar die noodziekenhuizen die nooit gebruikt zijn, afgebroken. En nu gaan ze weer het zweertje op, moeten de noodziekenhuizen weer opgebouwd worden? Mensen weigeren 5 minuten research te doen. Maar ik wil het beste hier doen. En meneer Gommers zegt het zelf. Meneer Gommers, het was toch zo'n probleem, die IC-bedden. Ze hebben allemaal thuis gezeten voor die IC-bedden. Laten we dan nu nieuwe IC-bedden plaatsen, toch? Je zegt niet, de capaciteit moet drastisch vergroot worden. Bijvoorbeeld op de IC. Nee, want er is niks zo erg dat als wij straks IC-bedden hebben en allerlei personeel opgeleid en er zijn geen patiënten, dan verveel je je dood. Dat hou je niet lang vol. Ja, hou je niet van. Niks is zo erg. En ja, maar er is te weinig mensen in de zorg, die kunnen niet aan. Zullen we dan niet die zorg aantrekkelijker maken met hogere salarissen, meneer Rutte? Dit hebben we toch geleerd? Laten we het aantrekkelijker maken. Hogere salarissen helpen altijd. Maar wat zegt Rutte? Ja, ik wil het allemaal, graag. Maar dan is wel even het punt, los van die bonus, wat bereik je daarmee anders dan dat die salarissen dus veel sneller gaan stijgen nog dan het gemiddelde in Nederland? Dus wat bereik je ermee als je gewoon standaard de salarissen verhoogt van en het aantrekkelijker maakt voor mensen om in de zorg te werken? Ja, wat bereik je daarmee? Nou, dat we niet zo vastzitten en dat we niet gegijzeld worden, psychologisch. Terwijl, dat is natuurlijk ook het ding. Ik hoef me er niet eens druk op te maken, want in de realiteit is het geen probleem. Stapels aan mails van mensen die in de zorg werken, die op IC-afdelingen werken. Het is geen probleem nu en het was geen probleem. Ja, er wordt iedere keer gewerkt met anticipatoire angst. Van het zou kunnen komen. Het komt nooit. Het komt nooit. Maar het ergste is, hij wil niet investeren in de zorg. Hij wil die salarissen niet omhoog gooien. Er komen geen IC-bedden bij. Maar wat er wel gebeurt, is allemaal van ons belastinggeld gaat naar Italië en Spanje, die in een relaxtere lockdown zitten dan wij nu. En mensen zijn het gewoon helemaal zat. En dat zie je nu, dat gebeurt nu ook in Europa. Er komen heel veel demonstraties en ook echt clashes. Italië en Spanje, die over het algemeen er beter bij zijn dan wij. Restaurants zijn in de meeste gebieden gewoon open. En dan zie je nu ook in Milaan, Turijn, allemaal mensen zijn het zat. Mensen zijn het echt zat. En wat ik al zeg, van dat oorlogssfeertje creëren voor iets als een virus. En dat mensen daar echt intrappen. Maar ik zei het vanaf dag 1. Ik zei, Europa is gevallen. Uiteindelijk bleek dat de hele wereld te worden. Want we zijn thuis gaan zitten. En er is geen tank door de straat gereden. Er is geen kogel afgevuurd. En wij zijn thuis gaan zitten. Dit is inderdaad zo'n oorlogssituatie creëren. Maar zo zie je dat anno 2020, met hoe mensen hun hersenen werken, het hoeft allemaal niet echt te zijn. Het kan gewoon voor iets denkbeeldig zijn. Of anticipatoire angst. Dit zou er kunnen gebeuren. Merkel praat nog steeds dat dit een oorlog is. Een oorlog, oorlog, oorlog. En kijk dit nou eens. Onze overheid. Hier,
Rijksoverheid.nl. Landmacht volop in straatbeeld vanwege oefening. Ja, daarom zie je zoveel van de landmacht op dit moment. En dan staat er in het laatste alinea, dit is ongelooflijk, dan staat er hier dat het belangrijk is om de landmacht om veel te oefenen. Dat is heel belangrijk. Denk aan de inzet om het COVID-19-virus het hoofd te bieden. De landmacht tegen een virus? Wat ga je doen met een tank? Oh, ik zie het virus. Zie je het daar? Zie je het zo vliegen? Het wordt dommer en dommer en dommer. Oké, een beetje credits voor een intelligente lockdown. Dat is eigenlijk met een knipoog van, we geloven er eigenlijk niet in. En dat is, laat me daar dan eventjes dit afsluiten, dit gedeelte. Dat is natuurlijk overduidelijk. Wij hebben ons aan de regels gehouden. De enigen die dat niet gedaan hebben, zijn zij. Grapperhaus. Onze koning. En wij doen het allemaal. Maar dat is omdat ze er niet in geloven. Maar waarom zitten we er dan in? Wie haalt dit in zo'n botte kop op om die restaurants weer te sluiten? Om al het leuke, wat mensen leuk vinden, uit het leven te halen. Dat doen ze maar om één ding. Ze willen je straffen, pijnigen. En, dames en heren, maart komt eraan. Verkiezingen. Maart. Gommers heeft het ook weer bevestigd. Want ik zat ook over na zitten denken. Of, snap je, we schieten allemaal in die stress van de eerste dingen. Terwijl het een totaal andere situatie is nu. Nee, exact. Nee, wat ik elke keer, dan denk ik, ja, zijn ze al bezig met de verkiezingen? Dat is... Maar dat is ook zo. Ja, echt. Daar hoef je geen... Erasmus voor gestudeerd. Ja. Gommers zegt, het is gewoon zo. Daar hoef je echt geen twijfel over te hebben. Dus weet je waar we in zitten, dames en heren? We zitten in een domme lockdown, maar we zitten in een verkiezingscampagne. Zij denken, als we die gasten zo bang mogelijk houden, als we ze ook zo op slot mogelijk houden, en we blijven die propaganda maar erin gooien, dan ergens begin volgend jaar, weet je, dat gaat gebeuren, voor die verkiezingen van maart, dan wordt het allemaal weer lichter. En we hebben het vaccin natuurlijk. Dus dan wordt het allemaal... En dan kunnen zij, de establishmentpartijen, kunnen zeggen, nou, we hebben jullie toch goed uit deze oorlog geloodst, hè? Hebben we toch goed gedaan. En nu worden we met z'n allen gepakt. Er is geen intelligente uitleg mogelijk van deze domme lockdown. Want het is een domme lockdown. Nog eventjes Amerika. Want ik zei het al. Nog één week. En dan zijn de verkiezingen hier. Ik heb hier ook een mail uit Florida, om dat maar even te bewijzen. Beste Robert, ik mail wel eens vaker, weet eigenlijk niet of het gelezen wordt. Jawel, maar we krijgen al in heel veel mails. Ik woon in Florida en we hebben het stomheid geslagen over de totaal tegenstrijdige aanpak van Nederland betreffende COVID-19. Florida, dat als een brandhaard werd gezien, is overgegaan tot fase 3 van de reopening. We hebben in Florida geen mondkapjesplicht, geen restricties op horeca en alles mag op 100% functioneren. Ieder bedrijf mag natuurlijk voor zichzelf bepalen of ze bepaalde maatregelen nog een tijdje blijven hanteren, maar er zijn geen restricties wat de overheid betreft met capaciteit of mondkapjes. Nee, maar dat is het ding. Weet je wat nou het verschil is? Dit is het ding met Trump's Amerika en Biden's Amerika. Biden's Amerika, die staat daar met dat wegrottende hoofd, dat grijze kop, staat hij daar te zeggen van dat hij het mondkapjesplicht federaal gaat invoeren in Amerika als hij gekozen wordt. En meer lockdowns om het virus tegen te gaan. Dit is levensgevaarlijk, deze man. En Trump wil het allemaal opengooien. Daarom heeft Trump op federaal niveau nooit een mondkapjesplicht ingevoerd. Dat mogen gouverneurs zelf bepalen in hun staten. En wie leidt de staat van Florida? Dat is Ron DeSantis, een republikein. En die zegt, kappen nu gewoon met alles. Alles mag op 100% en let's go. Dat hebben we nodig. Dat soort leiderschap heb je nodig. En dan zie je opeens dat het wel een verschil maakt. Wie van de twee partijen en of een president zeggen, ja, maakt geen verschil welke president, iedereen doet toch hetzelfde. Nou, met zo iemand als Trump zie je, dat maakt wel een verschil. En daarom moet deze man winnen. Tot slot nog even, het is een ongelooflijk schandaal dat er zoveel uitgelekt is over die zoon van Joe Biden. Ik leek bij de Joe Biden wel met die namen door elkaar halen. George needs to get out of the White House. Maar die zoon Hunter Biden, zijn hele computer hebben ze gezien, die ze ingeleverd bij de FBI.
Het is overduidelijk dat er hele dubieuze dingen op staan. De e-mails tonen duidelijk aan dat deze man die een enorm drugsprobleem had, nooit een dollar verdiend heeft in de grondstoffenindustrie. Toen papa Joe hem introduceerde aan iedereen in de Oekraïne, kreeg Hunter Biden opeens contracten van miljoenen. Het is echt miljoenen, maar ook met China. Het is zo overduidelijk hoe de Hunter Biden of de Biden familie gewoon helemaal door China ingepakt is. En dus ook afhankelijk. Dus dan weet je allemaal wel wat er gaat gebeuren straks. Die e-mails zijn allemaal duidelijk te zien. De New York Post. Die heeft dit verhaal als enige naar buiten gebracht. En al de andere mediaorganisaties die zwijgen erover. En de New York Post is, doordat ze dit gedaan hebben, van Twitter afgehaald. Nou, niet van afgehaald, maar het account is geblokt. Nog steeds. En dit is ongeveer 10 dagen nadat het account geblokt is. Dus Twitter heeft besloten dat dit het nieuws niet mag zijn. We moeten alleen maar positief zijn over Joe Biden. En dit mag niet. Maar Trump's tax records die illegaal verkregen zijn, dat mag allemaal wel. Dit is zo'n groot schandaal. En dit, als Trump wint, want dit is nog een keer een groot verschil, komt hier nog een enorme clash. En die moeten we eens een keer hebben. Wat is toch die onzichtbare hand achter de schermen van social media? Die bepaalt inmiddels wat er wel en niet nieuws is. En wat er wel en niet gezegd mag worden. Dit is een groot schandaal. Gisteren gooide Trump een tweet eruit. En dat ging gewoon over zijn zorg over fraude bij de verkiezingen. Die ook al breed uit, eigenlijk ook in de mainstream media al gerapporteerd is, dat er heel veel met tegenwoordig, want je krijgt gewoon stembiljetten toegestuurd vanwege Kiona. Zonder dat je erom vraagt. En sommige mensen krijgen hele pakketten met stembiljetten van mensen die er niet meer wonen of al dood zijn. Dus dit is zo fraudegevoelig. Trump gooit er een tweet uit en Twitter blokkeert hem. Of die zet er zo'n ding op van, ja nee, er is helemaal niks aan de hand met de voter fraud en je kan naar deze website gaan. Wil je deze tweet toch zien, dan moet je hierop drukken. Maar wie is toch en wie zijn die onzichtbare handen achter de schermen die bepalen dat de president van Amerika iets niet mag zeggen? Moet je nagaan, hij is de president van Amerika. Of je nou goed vindt of slecht. Er zijn mensen achter de schermen die de president van Amerika overrulen. En dit kan niet. Dit kan niet. En dit gaat nog een heel belangrijk staartje krijgen als Trump wint. Dus nogmaals, Trump wint. Jongens, Holland voor Trump. Koop het shirt. Het is een week verwijderd. Ik ben positief gestemd hoor. Het enige is inderdaad die fraude. Daar kan je dan niks aan doen. Maar Jens Baba zegt altijd, passie wint verkiezingen. En kijk hoeveel passie er voor Trump is. Zelfs in Nederland. Koop het shirt. Gaan we een filmpje maken. Gaan we ervoor zorgen dat hij dat te zien krijgt, Trump. Dat ook Holland voor Trump is. En dat de media hier ook liegt over de steun. Tot slot nog even. Lucille Werner gaat de politiek in. Weet je, Lucille Werner van Lincoln. Lucille Werner. Zijn oude, kwam vaak langs in de show bij mij vroeger. Toen ik nog een entertainment talkshow deed. Dus ik wil Lucille Werner veel succes wensen. Hopelijk kan ze wat toevoegen. En ik denk, gezien haar bekendheid en populariteit, dat ze al met 1 been in de kamer staat. Dus dat wil ik eventjes gezegd hebben. Jongens, hou vol. Blijf optimistisch, blijf sterk. De menselijke kracht zal uiteindelijk overwinnen. Want dit kan zo niet doorgaan. Dit kan zo niet doorgaan. Terug naar het oude normaal. Wees geen slaaf van andermans agenda. En breek los uit de maalstroom der meeloperij. Trek samen met Jens Mabbat in strijden voor een eerlijk geluid. Ga naar jensen.nl en steun het echte geluid. Voor links uit deze show en het laatste nieuws, ga naar jensen.nl.